Het coalitieakkoord 2022-26 is afgelopen dinsdag ondertekend door de fractievoorzitters van Kernachtig Wiegen, CDA Wiegen en de Wiegense VVD. In 5 weken heeft de coalitie hier nu een goed onderbouwd plan liggen waarmee het nieuwe college aan de slag gaat. We vragen even aan Geert Gerrits, de formateur en de aanjager van dit akkoord, wat hij hierover zegt. Nou, ik kijk vooral terug op een heel mooi proces, met stevige gesprekken, pittige gesprekken. Uiteindelijk het resultaat is er en ik kijk met vertrouwen naar de toekomst van Wiegen. Nou, eigenlijk op het totale coalitieakkoord. Ik denk dat we een ontzettend mooi akkoord hebben geschreven met 3 partijen die echt nu samen met elkaar verschil willen maken in Wiegen. En het mooiste is dat we daar een rode draad door hebben genomen. Vertrouwen van de inwoners in Wiegen en wij in de inwoners. Wiegen houdt koers en Wiegen is teamspeler in de regio. En ik denk dat die 3 zaken verweven in het akkoord een heel mooi akkoord opleveren waar ik ontzettend trots op ben. En een goede sfeer. Ik moet ook zeggen intensief. Dus we hebben veel met elkaar gesproken, veel nagedacht, veel gekeken hoe we dingen op zouden schrijven en welke punten voor ons allemaal belangrijk zijn. En uiteindelijk zijn we er met elkaar uitgekomen. Dat is toch een prestatie op zich om binnen ja, pak een beetje 4-5 weken tot een gedragen akkoord te komen en hem vanavond ook in de gemeenteraad te kunnen aanbieden. Dus een mooi intensief proces met een goed resultaat. Ik kijk ernaar uit dat we Wiegen op koers houden. Dat we doorgaan met de mooie dingen die we in gang hebben gezet. En ook dat we de nieuwe dingen die we met elkaar bedacht hebben in dit akkoord, dat we die uit gaan voeren. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat we onze inwoners betrekken bij hoe we de dingen kunnen gaan realiseren. En hoe we Wiegen nog mooier kunnen maken. En dat alle mensen zich hier thuis voelen. We gaan onder andere 3000 woningen bouwen, dat zijn er een heleboel. En die mensen moeten zich ook thuis voelen, kunnen zich hun mening laten horen. En dan gaan we door met alle mooie dingen. Het coalitieakkoord wordt de komende 4 jaar gebruikt als onderliggend document voor alle afspraken en plannen van de gemeente Wiegen. Het thema samen verschil maken is de komende tijd leidend bij de beslissingen die genomen worden.